In Oost-Groningen wonen veel ouderen die kwetsbaar zijn en er is niet altijd zicht op hun problemen. Om daar verandering in te brengen hebben vier organisaties de ketenstage bedacht. Studenten HBOV van de Hanse Hogeschool Groningen werken tijdens hun stage bij drie organisaties. De thuiszorg, het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Ja. Goedemiddag. Ik wou bij u even de controles doen. Ik zit nu in de zesde week en ik ben begonnen in het ziekenhuis. Hierna ga ik naar het revalidatiecentrum 6 weken. En als laatste sluit ik af 6 weken in de thuiszorg. En daardoor leer je eigenlijk heel erg overstijgend te kijken en niet hoe het op één afdeling gaat. Wilt u wat water? Jawel, maar niet zoals nou. Deze stage is ook vooral gericht op de zorg over een paar jaar. Of het over een paar jaar de vergrijzing neemt toe, er zijn minder medewerkers die dat kunnen opvullen. En daarom is deze stage ook, hoe gaan we dat doen? De studenten doen op alle drie de plekken onderzoek naar een bepaalde ouderenproblematiek. Hoe gaat het nu met lopen? Ja, goed, mijn problematiek is verstoorde mobiliteit. Dus ik ga vooral letten op wat zegt de literatuur en wat er van men verwacht wanneer iemand een verstoord mobiliteit heeft. En wat wordt hier gedaan op de afdeling? Zullen we weer teruglopen? Ik heb het thema gekozen zelfmanagement. Zelfmanagement betekent dat je eigenlijk niet te veel de regie overneemt van de patiënt. Je gaat kijken wat kan de patiënt zelf en wat heeft die patiënt nodig. De reden voor een ketenstage is niet alleen om de problematiek van kwetsbare ouderen in kaart te brengen. We zitten in een omgeving, Oost-Groningen, waarin het moeilijker is om personeel te krijgen. Dus hoe kunnen we met wat ander gedachtegoed en ook vooral met elkaar, samen met de opleiding, samen met de instellingen, hoe kunnen we daar op een andere manier eens naar gaan kijken. Thuiszorg Oost-Studenten met Elisabeth. De studenten krijgen de vrijheid om zelf hun werk in te delen. Ze worden er zelfstandig van. Ja, mijn instelling verandert een beetje door deze stage. Want je weet dat je 3 keer 6 weken ergens zit. Dus meteen vanaf het begin sta je eigenlijk op scherp van oh, dit wil ik hier weten, dit wil ik hier leren. Dat is heel anders. Nu weet je echt van nou, ik heb maar 6 weken, ik wil alles eigenlijk aanpakken wat hier is. En dat doe je eigenlijk ook, zonder dat je door hebt eigenlijk. En wat blijkt? Door de ketenstage verandert de mening van studenten over werken in de ouderenzorg. Ik begon met de opleiding, wou ik eigenlijk heel graag met neonaten werken. En toen ging ik stage lopen op een afdeling geriatrie, de eerste stage. En ik was gelijk helemaal om. Ik vind ouderen heel interessant, want er zitten natuurlijk heel veel verschillende ziektebeelden. Heel veel, ook op psychisch vlak zit veel. En daarmee bezig gaan vind ik heel interessant. Men zegt dan niet dat het heel complex is, maar als je juist dieper op induikt, wordt het juist heel complex. En ik denk dat men niet goed in de schoolbankjes dat door heeft. En hier kijk ik ook echt meer hoe ontwikkel je als persoon en ook als professional. Ik merk wel binnen deze 5 weken die ik nu heb gehad, ik ben veel kritischer geworden. En ook met je persoonlijke leerdoelen, je krijgt goed begeleiding en je komt jezelf ook echt wel tegen. Dus er wordt gewoon van je verwacht dat je initiatieven neemt en daardoor is je persoonlijke ontwikkeling ook heel erg groot. De stagiaires organiseren ook zelf bijeenkomsten met elkaar en met de drie organisaties. En dan wordt er gesproken over zorg rondom kwetsbare ouderen. Zo ontstaat er een leergemeenschap. Ja, ik weet niet hoe dat bij de meander is, weten jullie dat? Met de 6 stagiaires gaan we ook een gezamenlijk onderwerp gaan onderzoeken. We willen onderzoek doen naar familieparticipatie. En dat is natuurlijk voor alle drie de organisaties is dat heel relevant. En dat is natuurlijk landelijk. En vanuit de overheid gezien is dat ook gewoon een thema waar steeds meer aandacht voor is. En ik denk dat wij zo ook inderdaad een bijdrage kunnen leveren voor de organisaties. Ik was diep onder de indruk van de kwaliteiten van studenten. Die echt hun kennis uitputten. Ook een stuk vrijheid krijgen in hun doorontwikkeling. Om op thema's te pakken en daar de verdiepingsslag te maken. En ik ben diep onder de indruk van ook de combinatie van opleiden met die praktijkervaring. Wat ons gewoon nadrukkelijk een meerwaarde geeft en ons ook spiegelt op ons handelen. Iedereen leert van elkaar en dat is ook het mooie van de ketenstage. Dit is wel mijn vak. Ik kan goed met de mensen overweg hier. En ik merk wel dat ik daar heel erg gelukkig van word en een goed gesprekje voeren. Lekker ouwehoeren met elkaar. En ook de ouderenzorg. Tot nu toe vind ik het wel heel interessant inderdaad. Ik vind het hartstikke leuk. Ja.